Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Nadja Muur den Blijker. Je bent van iThrive. Thrive. Even werken aan de... Ik dacht dat het makkelijk was, maar nu ik het ga uitspreken, denk ik, nou, toch ingewikkelder. En wat doen jullie? Kort gezegd, wij thriven. Nee. So, ja, om het echt thriven is echt moeilijk te vertalen in naar Nederlands eigenlijk. Ja, doe eens een poging. Ja, weet je, daar kom je met alles een soort van uitdrukking van tot bloei komen of floreren. Maar het is floreren, een beetje, zou ik zeggen. Ja, weet je, ja, maar het is een beetje zweverig. Maar met thrive, daar is ook een drive achter. Dat is echt ook, weet je, je bent gewoon sterk, je bent gezond, je bent succesvol. Dat is echt, daar is gewoon kracht achter. Dus no? I thrive. Ja. En waar staat dat voor? Wat doen jullie? Ja, wat doen wij? Wij helpen mensen positieve gedragsverandering te doen. Wat wij daarmee eigenlijk bedoelen is dat wij professioneel coaching te vervoeging stellen met een chatbot die kunstmatig intelligent is. Ja, dat is in één zin heel veel tegelijk. Begin eens bij het begin. Dus coaching door middel van een chatbot. Leg eens uit hoe dat werkt. Eigenlijk zoals op dezelfde manier hoe je met een psycholoog of ook met een professionele coach praat. Je hebt een soort intake gesprek met Jean of Jean, wat je voorkeur is. Je kan alle twee noemen. En in deze intake sessions ga je door van heruitvinden wat is belangrijk voor jou. Voor jou persoonlijk, niemand anders. Dan wat staat je in de weg? En dat kan zijn bepaalde negatieve stemmen, innerlijke stemmen, die we alle in ons hoofd hebben. Ja? En dat kan van alles zijn. Een stem die ons steeds aandrijft om iets te doen, rastloos, niet rust krijgen en alles. Of een stem die zegt, doe het maar morgen. Morgen kan het ook nog. Ne? Het moet niet vandaag. Dat is een soort het uitstelgedrag. Ne? En zo, wij hebben zo alle soort van negatieve stemmen in ons hoofd die echt ons ook kunnen tegenvallen in het leven. En dat breng je in het kader. En dan ook waar je goed in bent. Wat zijn je krachten? Wat zijn je talenten? Ja. Bijvoorbeeld, wat is voor jou belangrijk? Is dankbaarheid voor jou belangrijk? Is vitaliteit en belangrijke Maar dat gaat allemaal in de vorm van een gesprek met een chatbot. Yes. Ja, want je hoeft in principe de principes van coaching. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die nooit een coachend gesprek hebben gehad. Laat ik het dan zo zeggen. Dat kan namelijk ook natuurlijk zijn met een goede bekende of met een noem maar op. Maar kun je dat omzetten naar een geautomatiseerd systeem? Werkt dat? Ja, het werkt eigenlijk heel goed. Ja. Ja, wat mensen doen is op dit moment chatten ze, also echt typen op het typen op het telefoon. Maar natuurlijk de vervolgstap van de technologieontwikkeling. En dat is eigenlijk niet zo moeilijk, is ook om te kunnen praten. En wat wij vinden is dat de jongere generaties, de millennials, vinden het heel makkelijk en ook fijn om te chatten. Met de oudere generaties, daar is het vaker nog zo dat mensen zeggen, oh, ik wil zo graag praten. Kan ik ook praten tegen Jean? Ja. Ja, en zo, je brengt het in een kader zo van, wat is je uitgangspunt, waar begin je? En dan stel je jezelf een coachingdoel. Dat voor de volgende 6 maanden loopt van jezelf. Geef eens een voorbeeld. Wat voor doel zou dat kunnen zijn? Dat kan van alles zijn. Het kan zijn bijvoorbeeld, ik wil zelfverzekerder zijn als ik bijvoorbeeld presentaties geef. Mm-hmm. Ik noem maar iets. Ja. Of ik wil een betere relatie met mijn dochter hebben. Het is echt, dat kan... Zo breed kan het zijn. Ja, dat is, je stelt het gewoon echt, dat is heel persoonlijk. Wat jij wil bereiken. Ja, en Jean of Jean coacht je er naartoe om het echt ook goed op te stellen. Zodat het meetbaar is, dat het ook bereikbaar is. Ne? Dus de smart goal op te zetten. Nou, en dan zet je dat voor de 6 maanden. En dan wat Jean doet is je te helpen met tiny steps ook je doel te bereiken. En de tiny steps wat we daarmee bedoelen zijn... Gewoon kleine dingen die je daar in een 2 weken ritme naartoe brengen. Bijvoorbeeld... In de ochtend wakker worden en 5 minuten daarmee verbrengen om te mediteren. Om gewoon een andere start in de dag te geven met soort intenties. Of te zeggen, oké, ik wil echt naar de sportschool.
deze week drie keer. Nou, en dat maak je een soort belofte, een commitment, wij noemen het commitment. En dan na twee weken komt Jean of Jean naar je terug en zegt, okay, so vertel eens, hoe is het gegaan? Wat is er goed gegaan met jouw belofte en wat is er minder goed gegaan? Wat wil je verder nemen in de volgende? En dan heb je ook een heel coachinggesprek met Jean, zo van 45 minuten. Maar tussendoor heb je ook een dagelijkse check-in van 3 tot 5 minuten om echt om het ook levendig te houden. Ja, maar ik probeer nog steeds even af te pellen, want ik ken al die coaching systemen en mindfulness, ja? En weet ik wat. Ken je die allemaal? Ja, tuurlijk heb ik allemaal gedaan. Okay, ja. Jij niet? Nee, ik nog niet. Nee, ik laat me graag coachen, ja. Vind ik altijd leuk. Maar het lijkt mij heel ingewikkeld om dat tegen een geautomatiseerd systeem van achter aan, ja, absoluut. Dat is ook niet. Want jij zegt nou wel, ja, maakt niet uit wat voor doel je stelt. Jullie algoritme vat dat samen, geeft de juiste antwoorden en gaat je op de exacte juiste manier helpen om dat doel te bereiken. Dat lijkt me echt volstrekt onmogelijk. Nee, omdat eigenlijk, als je daar naartoe kijkt, wij hebben daar echt een uitgebreid onderzoek gedaan. Wij hebben gekeken, ne, van wat is de meest effectiefste manier om mensen echt naartoe te helpen om hun gedrag te veranderen, hun doelen te bereiken, wat ook immer. En we hebben echt naar de hele alfabetsoep gekeken van is het past reality integration, cognitive behavior therapy, emotion focused therapy, gestalt therapy, schematherapie, de hele ding. Wat het belangrijkste is, of de één echte belangrijkste factor voor succes voor en om deze doelen te bereiken, is de capaciteit van de therapeut of van de coach van empathie. Empathie is het heel belangrijkste om dit te ermogelijken. Wat eigenlijk al, je hebt gezegd, je hebt het zelf gedaan. En als je terugdenkt, wat de coach eigenlijk doet, is vragen stellen. Vragen stellen, maar ook meeleven en inleven hoe dat voor jou is als je dingen doet of niet doet. De empathie, zodat jij echt gezien, gehoord en begrepen voelt. Dat is eigenlijk. Ja, en jouw stelling is dat ik mij echt gezien, gehoord en begrepen zou kunnen voelen door een chatbot. Ja, dat is het. En dat is de kunst. Of dat is het wat het zo ingewikkeld maakt. Dat ik weet dat alle antwoorden die ik krijg uit een algoritme komen, dat er niets persoonlijks aan is. Wel, het is persoonlijk, omdat de algoritme leert van jou. Daarom is ook deze zeven sessie intake heel belangrijk. Omdat daar wordt de algoritme aan jou getraind. Ja, ik geloof dat het zo is. Maar wat jij voor mij zegt is, geloof je het aan die andere kant, zeg maar. Weet je? Dat is het ingewikkelde stuk. Want ik snap heus wel dat, weet je, dat ik niet uniek ben eigenlijk. Ik wil wel graag uniek zijn. Je bent uniek. Ja, maar ja, ook weer niet. Weet je wel. Mijn problemen zijn echt een coach. Mijn problemen zijn problemen van iedereen toch, weet je wel, uiteindelijk. Nee, maar echt iedereen is uniek. En dat is ook de kracht van de algoritme. Die wordt aan jou getraind. En ook om daarop in te gaan. Maar wat ik me net afvroeg, ik werd eigenlijk getriggerd toen jij zei van, dan gaan we een half uur lang een soort gesprek. En ik in mijn naïviteit, ik dacht van ja, ik snap het eerste stukje. Je stelt een aantal vragen, dat houdt nog een beetje simpel. Maar een half uur voelt voor mij van okay, we gaan nu de diepte in. En als ik nadenk over algoritmes en over vraagbomen, vragen en antwoorden, dan denk ik na een half uur, dan ben je ergens beland. Wat zo complex is geworden. Hoe gaat dat in de praktijk? Hoe doen jullie dat? Ik denk, de vraag is misschien, hoe doen wij dat? Wil ik graag beantwoorden, maar ik denk, dat is een vraag nog daaronder. Van, hoe ervaart eigenlijk iemand die gecoacht wordt van Jean? Hè? En waarom we daar ook mee begonnen hebben, is omdat onderzoek heeft aangetoond dat mensen het eigenlijk prettig vinden om met een kunstmatige, intelligente agent te spreken. Dat is een spijnhuis, ja? Omdat, dat is geen oordeel. Ja? Dat is gewoon een machine. Ja? Je mag er zeggen en mag er zijn, ja? Wie je ook wil. Ja. Je krijgt gewoon de vrijheid om je gewoon te uiten, maakt niet uit wat,
Omdat er zit geen mens achter. Nee. En wat het eigenlijk is, het gaat hier om de kracht om gewoon te reflecteren op je emoties en op je gedachten. En dat is alles wat je nodig hebt. En dat is de tover. Ja. Of de magie. Ja, maar in die zin met de manier waarop ik het vraag is, dat spreekt mij dus wel heel erg aan. Want ik ben helemaal niet zo van coaches en dat soort dingen. Omdat ik geloof, juist denk dat als je zelf in staat bent om een klein beetje te relativeren op je eigen gedrag en je, wat je doet en waarom, dat je daar een beter mens van wordt. En dat is, faciliteren jullie dan waarschijnlijk heel laagdrempelig en haal je die drempel weg die heel veel mensen natuurlijk wel hebben om professionele hulp te gaan zoeken. Correct? Absoluut. Ja. Het is het laagdrempelijke. Weet je, ik kan gewoon hier te chatten en daar is er niks aan. En deze 7 sessies die zijn elke een half uurtje en dat is ook leuk. Of vindt eruit meer over mezelf eruit. En dan ga je dieper binnen en je gaat dieper binnen en dan zeg je, oh, het is eigenlijk fijn om bij mijzelf blijven stilstaan en gewoon daarover na te denken. Hoe voel ik me op dit moment? Ja. Wat denk ik op dit moment? Nou kon ik helaas jullie app niet downloaden, omdat het vooral een B2B-toepassing denk ik is? Jullie kunnen op de website gaan. En daar ook. Op de website? Oké. Okay. Ja. Ik zocht hem in de App Store, maar... Nee. Omdat op dit moment kan je Jean of Jean als contact toevoegen in Skype, in Slack of Facebook Messenger. Oké. Okay. Is gewoon een contact die je toevoegt. Wat ik graag had willen proberen en zelf testen of jullie ontkomen aan wat ik zou denken als je zo'n variëteit aan persoonlijke problemen in één algoritme wil stoppen. Dus je wil dat allemaal kunnen afvangen. Dan ontkom je er toch niet aan dat je op een gegeven moment verzandt in algemeenheden. Want je kunt niet voor 100.000 verschillende scenario's. En daar, dingen gaat het... uitschrijven, of dat kun je allemaal niet doen. Dus het moet zelflerend, het moet op basis van aannames. En die kloppen natuurlijk niet altijd. Weet je, in detail kan je ernaast zitten. En en dat is het wat niet hoeft. Je hoeft niet alle scenario's, ook een therapeut of een coach. Maar laten we dat concreet maken. Ik ga chatten, ik wil stoppen met roken. Ja, oké. Okay. Ik ben er helemaal zat van. Mm-hmm. Ja, hij doet hetzelfde, hij wil ook stoppen met roken. Ja. Maar hij rookt om, weet je wel, maar hij is een totaal andere persoon. Hij rookt om andere redenen. Hij rookt 3 sigaretten per week en ik 20 per dag. We zijn andere persoonlijkheden, weet je. Hoe ga je dat uiteindelijk in scenario's vangen? Omdat het hoeft niet in een scenario gevangen worden. Zegt voor iedereen hetzelfde. Precies, dat is de punt. Van het maakt niet uit. Lul, stop gewoon. Ja. Nee, hier gaat gewoon een laagje dieper, weet je. Onze gedragen zijn gewoon dingen die aan de oppervlakte te zien zijn. Oké, je rookt, ja. Maar wat zijn de situaties waar jij getriggerd wordt om te roken? Jij wordt misschien getriggerd als je een bepaald berichtje binnenkrijgt en je voelt je niet lekker. Oké, dan ga ik maar naar buiten en doe een puffje. Of misschien jij, ja, ik neem gewoon dit aan. Ja. Ja, ik, natuurlijk zijn niet jullie dat, maar ik neem... persoonlijk. Okay. Ja. Ik zeg gewoon 2 verschillende personen hier. En de andere heeft gewoon die rastlozigheid. En kan niet tot rust komen, omdat er is zo'n bepaald stressniveau altijd present. En dan ga je naar buiten en ga je constant puffen. Nou, dan begin je dieper te lachen. Wat veroorzaakt deze constante stressniveau? Wat speelt daar eigenlijk? Nou, dan begin je in kader te brengen. Oké, eigenlijk is er een constante stressniveau, omdat je maakt je zorgen om het huis, om het geld, om het gezin. En... Ja, maar dit kun jij allemaal bedenken. Maar hoe krijg je dit nu in scenario's? Door vragen. Zoals een therapeut of een coach het ook doet. Gewoon door. Ja, maar jij kan vervolgens denken en concluderen van ja, voor deze persoon, hij zegt dat hij een hoge hypotheek heeft en hij komt wat rusteloos over. Maar kan een algoritme dat? Ik lijkt me echt... Daarom kan ik het niet voorstellen. Om die 1000 scenario's die daar mogelijk zijn te onderscheiden. Dat is niet nodig. Het gaat niet om discriminant. Discriminant. Ja, maakt niet uit. Engelse woorden. Switch naar het Engels als nodig is. Dat is niet nodig, omdat zo werkt ook geen therapeut of coach. Ze werken alle met een bepaald...
manier van daarop ingaan wat jij zegt. Zo, bijvoorbeeld, de vraag komt van Jean, hoe voel je daarover? Ik doe het nu direct op Engels vertalen. Ik weet niet of het juist is. How do you feel about it? Yeah, exactly. How do you feel about that, right? And then you would answer, and it's about, you know, that you moved somewhere, and you say, okay, I like to live at the sea, but I still miss the mountains. How Jean or Jean would pick it up is like there's an algorithm that would see there's a negative statement and a positive statement. Positive is you like to live at the sea. The negative is that you still miss the mountains. Then it would analyze, you know, what are the entities in there. So there would be I, sea, mountains. What is the sentiment? Like and live and then miss. Out of that, the algorithm generates an empathetic response that would be like this, based on the analysis of like, oh, I'm sorry to hear that you still miss the mountains, but I'm glad to hear that you like it at the sea. Now the follow-up question, what do you love about the sea? Inviting you to reflect. And in principle, there are about like 40... ik zal weer terug gaan naar Nederlands. Ja, dat is goed, ja. Er zijn in principe 40 krachtige vragen die je in variëteit altijd in een gesprek stelt. En daarop is de algoritme getraind. Gewoon een, dit zijn gewoon beste... eigenlijk universele coaching technieken. Precies. Ja. Heb jij ook je achtergrond? Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben een professioneel opgeleid coach. Ook. Ja. Je hebt me in neurosciences en psychologie verdiept. Ja. We hebben echt... En jullie hebben het algoritme zelf ontwikkeld? Ja. Ja. Samen met mijn collega's. Ja. Dat is eigenlijk een blueprint van onze... Maar van ik las even dat je uit de olie- en gasindustrie afkomstig bent. Ja, dat was oorspronkelijk. Ik kom van engineering en dan heb ik de switch gemaakt. Ja, later. Fascinerend. Ja, maar eigenlijk voor mij een logische ontwikkeling, omdat ik was met klimaatverandering bezig in olie en gas. Ik heb daar innovatieve projecten opgezet en heel hard tegenaan gelopen. Met je kop tegen de muur, zoals het heet? Nou, meer, ja, echt. En weet je waar je want, ziet... Want het lukte niet om daar de verandering te bewerkstelligen die... En weet je, mijn logisch brein zegt, het is er, die oplossing is er. Wij kunnen vandaag klimaatverandering voorkomen, waarom doen we het niet? Ja. Omdat het zit in hier en het zit ook in de harten van mensen. De verandering daar naartoe, omdat dat zit ons heel veel in de weg. Het is gewoon echt... En dat fascineerde jou en toen ben je dit gaan doen. Precies. Maar waarom dacht je, wat, dat is denk ik ook waar Roland en ik ook overigens er zo'n moeite mee hebben om het bijna te begrijpen. We denken van, weet je, een coach, dat is persoonlijk, die snapt mij, die leert mij begrijpen. Ja. Dat kan je niet... Nog erger. Ik denk de enige reden dat ik me zo naar een coach zou gaan, is vanwege dat persoonlijke. Precies, maar daarop ik zou denken van, nou ja, ik hoef niet tegen een chatbot te gaan vertellen wat me dwars zit. Maar ik zou het hartstikke, ik kan me best voorstellen dat ik het hartstikke fijn vind om gewoon één keer per week met iemand over mijn leven te praten. Ja, maar die snap ik nou wel. Want alle de kinderhulplijnen, heel veel kinderen vinden het fijn om een chat te doen. Omdat dat ze dan niet hoeven praten, dat het dan een soort afstand creëert. Dat praten moeilijker is, zeg maar, dan typen bijvoorbeeld. Ja, maar typen of praten, weet je, daar is niet zoveel verschil. Als je maar in de modus binnenkomt, omdat wij hebben ook, wij hebben de chatbot, maar je hebt dan ook de mogelijkheid, als je niet verder komt, en echt begint te zeggen, also, ik kom hier niet meer verder met Jean, dan kan je ook doorschakelen naar human coaches. En dat gaat verder met chat. Ja. Dat maakt geen verschil. Als je nu chat of praat, maakt het zoveel verschil niet. Hey, gebruik je zelf jullie eigen dienst? Ja, absoluut. Ja. Ik doe mijn dagelijkse check-in. En ik heb het ook voor mijzelf geprogrammeerd op een bepaalde manier. Omdat ik ben nu met een bepaald doel op pad. En... Oh, jij kunt natuurlijk de chatbot op jezelf aanpassen. Precies. Ja. Maar wij denken daarover na dat wij dat ook als een feature maken. Dat je ook kan jezelf bepaalde input kan maken voor je dagelijkse check-in. Om bepaalde dat je jezelf kan coachen. Ja. Dat is een interessante. Ja, maar dat is Jean. Het is eigenlijk, je coacht jezelf. Dat is het eigenlijk. Oh, fascinerend. Hey, ja, jullie claimen ook, zag ik, dat jullie kunstmatige intelligentie, AI, gebruiken. Nou hebben wij heel veel mensen aan tafel die zeggen dat ze AI gebruiken. Mm-hmm. Dus ik wil altijd toch even precies weten hoe dan. Oké. Okay. Hoe gebruiken jullie dat en waar zie je dat aan? Zo bijvoorbeeld... Als je
als je tekst intypt, zelf tekst intypt, omdat we hebben ook veel keuzes waar je gewoon ook knopjes hebt om naar de tool te komen. Keuzes. Dat is een soort keuzes. Ja, multiple choice. Ja. En daar kan je dan naartoe en dan kom je bepaalde decision tree langs en dan komt de vrije tekstingrip. Nou, en dan kan je zien bijvoorbeeld dat Jean naar je terugkomt en zegt, hey, ik merk dat je vandaag vol zelfvertrouwen bent. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik voel me eigenlijk heel zelfverzekerd vandaag. Nou, vertel eens, hoe komt dat? En dan kan je terugvinden, als Jean naar je terugkomt, dan komen bepaalde trefwoorden ook weer naar boven, die je daarvoor ook gebruikt had. En daar kan je zien hoe de kunstmatige intelligentie achterlaat. Dat is gewoon natural language processing. Ja. En dat is ingewikkeld, maar je kunt dat is natuurlijk inmiddels behoorlijk gedemocratiseerd. Je kunt dat gewoon inkopen bij Amazon of de tools. Deels ja. Kan je dat inkopen? Heb je daar zelf ook nog een slag op gemaakt? Absoluut. Also deels kan je het zelf. Also kan je het inkopen en dat hebben wij ook gedaan. Maar wij beginnen meer en meer te integreren in onze eigen API te ontwikkelen, omdat het gaat vooral om dingen die bijvoorbeeld als vragen, als een antwoord gegeven wordt die niet in context is. Wij noemen dat out of context. Zo bijvoorbeeld, hoe voel je daar? Hoe voel je daarover? En dan zegt iemand, lastig. Dat is out of context. Dat is niet in context van de directe vraagstelling. Die is dan, goed of slecht, maar... Precies. Ja. En dan moet de algoritme dat oppikken kunnen en zeggen, vertel het, wat is er lastig? Dit. Ja. En zo, dat is ons eigen. Dat is ons eigen. En waar het natuurlijk nog ons eigen is, is dat het algoritme op de bepaalde vragen getraind is. Ne? Ja, nu begreep ik uit jullie website dat jullie eigenlijk vooral het aan bedrijven aanbieden. Mm-hmm. Is dat ook jullie businessmodel? Op dit moment ja, omdat we hebben gewoon geen groot marketing budget. Maar zou het echt naar mijn hart gaan? Ik wil het liefst B2C doen en echt voor iedereen. Ja, want je gaf net voorbeelden waarvan ik dacht, nou, dat heeft eigenlijk niks meer met een professionele omgeving te maken. Ik kan me voorstellen dat het voor bedrijven belangrijk is, dat hun werknemers zich goed voelen. Ja. Maar je gaf net voorbeelden van, ik dacht, ja, nou, zo'n typische vraag van dat je s'avonds eens denkt van, goh, ik heb al wat hulp nodig bij mijn relatie met mijn dochter, gaf je net als voorbeeld. Ja, precies. Ja. Dat heeft natuurlijk niks met je werk te maken. Maar dat is het ook, weet je. Wij zijn niet gesplitste personaliteiten. Nee, dat ben ik eens. Ja. We gaan naar werk toe met dingen die thuis spelen. Maar jullie hebben voor die B2B gekozen, puur omdat dat een markt is die makkelijker aan te vallen is. Precies. Ja. En eigenlijk hebben wij dan twee customers. Eén is de bedrijf zelf en daar praten wij naar hoe je ziekte verzuimt. Businessmodel is gewoon een vast bedrag per werknemer per maand? Precies. Ja, orde van grootte, wat kost dat? €20. Per werknemer per maand? Mm-hmm. Okay. Plus servicekosten. Ja. En dan, dat is dan afhankelijk van de grootte van het bedrijf en wat wij moeten doen. Wij bieden ook nog training aan naast het, om dat echt in te bedden, de head coaching. Maar als je kijkt, de bedrijven zelf, die hebben meestal behoefte van, wij willen ziekteverzuim naar beneden brengen, wij willen mensen meer productief. Ja, concrete doelen. Dat is leuk voor hen. Maar waarom zou ik het werknemer uit het gebruiken? Wat is er voor mij? Nou, en daar ga je naar de individuele vraag toe. No? Het gaat erom dat jij gewoon dingen kan bereiken waar je naartoe groeien wil, omdat je wil een leven hebben dat betekenis hebt. Dan weet je wil gewoon vreugde voelen elke dag. Maakt niet uit wat gebeurt. Hoeveel klanten hebben jullie nu? Hoeveel gebruikers? Hoeveel gebruikers? Zo over de tijd hebben wij aan de 500 gebruikers gehad. En op dit moment hebben wij twee pilots lopen met twee bedrijven. Oké. Okay. Met elke is 50 mensen. Ja. En dat zijn pilots, want hoe ziet jullie tijdlijn eruit? Wanneer willen jullie echt fully operational? Nou, eigenlijk is die idee, wij hebben heel veel uit de pilots geleerd. We hebben ook pilots in het verleden gehad die nu niet meer zijn. Want die zijn niet gelukt. Ook veel van geleerd. Oh, super veel geleerd. Weet je wat we echt gezien hebben? Er zijn gesprekken binnengekomen met zo, dat gaat helemaal fout. Dat gaat zo fout. Oei. En daar hebben wij heel veel van geleerd. Ja. Daarom weten wij waar de algoritme belangrijk is, waar het inzetten moet. No? Ja. Maar
Het idee is dat wij dan van de pilots toe gaan naar een project dat dan gewoon voor de hele bedrijf is. En dat is het idee met pilots. Ja. Ja, het zijn alles betaalde pilots. Hey, en ik kan me voorstellen, want wat je vertelt klinkt behoorlijk heftig en ingewikkeld. Het is niet een simpel kunstje wat je doet, dat er veel geld in is gaan zitten. Hoe hebben jullie dat gefinancierd? Ja, eigenlijk heeft het team heel veel inzet gegeven. Hoe groot is je team? Op dit moment zijn we 8 mensen. We zijn ook een keer groter geweest. Daar hebben wij een financiering gekregen. En dan zijn we weer een beetje teruggekrimpt. Ja. Maar eigenlijk is het zo dat de mensen, hoe het product echt opgezet is, dat mensen hun tijd investeerd hebben voor shares in de company. Oké, dus dat is heel democratisch in het team. Plus een externe investeerder. Ja. En waar staan jullie nu? Moet er nu wel echt binnenkort wat gebeuren? Ja, of, absoluut. Zo, ja. Waar wij nu bezig zijn is de volgende financieringfase. Zo met angel investors en dan ook veel non-dilutive funding, zoals grants, subsidies en al. Ja, en met dit soort trajecten vind ik altijd interessant. Waar sta je als je kijkt naar de ontwikkeling? Hè? Als je zegt van nou, mijn ideaalplaatje heb je vast in je hoofd. Als dat 100% is, waar ben je dan nu? Als het 100% is? Nee, je wil maar 100%. Oh, okay. Waar zijn we? Ik zou zeggen, wij zijn nu aan een kritische punt waar wij beginnen echt in de markt binnen te gaan. Wij beginnen nu market ready te worden. Ja. Dus de kwaliteit van je product is zodanig dat je zegt, nou, we kunnen nu wel echt de markt op. Yes. Ja. Wat zijn jullie ambities? Het lijkt me heel taalspecifiek, want het is vooral gebaseerd op contentanalyse en woordanalyse en positief en negatief sentiment is voor elke taal totaal anders. Ja, en dat is, daar heb je dan localization nodig. Voor elke Europese of Aziatische markt heb je dat nodig. Ja? Maar dat systeem zijn we nu aan het opzetten voor internationalisation. Dus dat is wel nadrukkelijk de ambitie. Oh, absoluut. Ja, dat hoeft toch helemaal niet? Waarom nog een mooi bedrijfje in Nederland bouwen? Nee, omdat we hebben een heel groot doel en dat is wereldvrede. Nou, dat is wel een mooi doel. Dat is een mooi doel. Ik zie nog niet helemaal het verband met... hoe het werkt, ja. Zo hoe wij dat zien is dat als je tot vrede komt met je interne negatieve stemmen en echt begint dat te doen wat jij belangrijk vindt en waar je goed in bent, dan kom je tot vrede met jezelf. Ja. En dat is de vrede die je in je gezin brengt en dat is de vrede die je in je team brengt. Nou ja, en zo maak je wereldvrede van binnen naar buiten. Maar goed, jij bent pas tevreden als je wereldvrede bereikt. Nee, dat is het niet. Omdat ik kan me niet voorstellen dat dit in mijn leeftijd gebeurt. Ja. Maar het is wel ons visie. Dat wij ons deel daarbij dragen. Mooie ambitie. Mooie ambitie. Hey, komt dat ook omdat we hadden voordat we begonnen hadden een beetje over het verschil tussen Amerika, Nederland, et cetera. Is dit ook niet de slogan die je nodig hebt om met die Amerikaanse investeerders? Dit is echt een Amerikaans verhaal. Hè? We willen wereldvrede. Dit is niet van willen een goed bedrijf bouwen. Nee, weet je wel, dat moet een niveau hoger. Nou, ik denk, ik weet niet of het Afrikaans is of niet. Maar wat ik echt geloof in, wat goede bedrijven zijn, als die een echt goede kern hebben die zegt waarom. Waarom doen we het? Dan kan je zeggen, hoe doen we het en wat doen we? Ja. Maar als je deze kern heeft, weet je, als van Simon Sinek, ken je dat? De Golden Circle? Ja. Als je echt deze kern heeft en die is goed en gezond en stevig, nou dan kan je doen wat je wil. Omdat we hebben met virtual reality begonnen. Oh ja? Oh ja. We hebben gepivot gemaakt. Oh ja. En zijn we met Rockstart Digital Health Accelerator aan de slag gegaan. Ja. Dan hebben we een webapp gehad. En de webapp was zo, moi. En dan hebben mensen gezegd, wij vinden de chat eigenlijk leuk. Okay. En dan hebben we de volgende pivot gemaakt in de chatbot. Dus elke keer weer echt je hart in je hand nemen. Omdat echt van qua ontwikkeling, softwareontwikkeling, elke keer een stap zero. Ja. Maar niet van het concept. Het concept is gewoon doorgegroeid en doorontwikkeld. Oké, okay. Mooi. Nou, hartstikke mooi. We blijven jullie volgen. En heel veel succes de komende tijd. Ja, dankjewel. Grote dank. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website Jetstream voor
de livestream Bier & Co. voor de biertjes steken. We zijn weer terug bij Palleman. Ja, ongelooflijk. Daar zijn we ooit mee begonnen. We zijn weer terug met de Palmpjes aan. En nu gesponsord, eindelijk, na 10 jaar. Circular Economy. Ja. En wie bedanken we nog meer? Ja, natuurlijk Freedom Lab, van waaruit wij uitzenden. Kijk je live, blijf kijken, kijk je om iemand. Dan weet je dat je ons totaal archief kunt terugzien. Dag.